Wier. Hoi. Wat doe jij buiten het schaatsen in je vrije tijd? Nou, eigenlijk was ik een beetje aan het skileren, maar wat doe ik vrije tijd? Ik lees en ik probeer zoveel mogelijk tijd met mijn gezinnetje door te brengen. Want ik ben zo weinig thuis, dat als ik tijd heb, dat zij die tijd mogen hebben. Fausto, je bent hier niet geboren, maar ga je nog wel eens veel terug naar Portugal? Nou, ik heb vooral in beginjaren ben ik erg veel in Portugal geweest. Ik ben wel in Nederland geboren. Mijn vader is Portugees, Nederlands, en mijn moeder is Nederlandse. En we zaten zo'n beetje 8 weken, soms 10 weken per jaar in Portugal. Dus dat was zeker in het begin. En toen op een gegeven moment ging ik studeren en toen heb ik werkelijk iets van 5, 6 jaar heb ik geen mens gezien in Portugal. Ik ben ook niet heen geweest. Nu de laatste tijd kom ik er dus weer vaker. Vooral ook omdat ik erg veel met de Portugese bond moest doen en regelen. Nu ook de familie wat meer zie. Dus nu wel weer wat vaker, maar nog steeds niet erg veel. En mis je iets uit Portugal hier in Nederland? Is er iets meegenomen in je opvoeding? Nou, je merkt wel dat een stukje warmte ontbreekt in Nederland soms, heb ik het idee. Ik denk toch dat je in Portugal wel nadrukkelijke familienormen meekrijgt. Ik denk dat dat misschien wel het grootste verschil is. Dus in Nederland is het over het algemeen wat onpersoonlijker, wat oppervlakkiger en terughoudender ook, wat killer. Hè? Ze zijn wat afstandelijker dan de Portugezen als mens. En die familienormen waar jij het net over hebt, voer je die ook door in je eigen gezin? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Het is gewoon voor elkaar er zijn op momenten dat je dat kunt. Een stukje vriendelijkheid uitstralen, ook wel belangrijk. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Gezamenlijk dingen doen ook. Ja, simpele zaken eigenlijk. Het hoort er allemaal bij. Is het topsporten te combineren met je werk als bewegingstherapeut? Ja, die periode dat ik bewegingstherapeut ben geweest en dat ik als bewegingswetenschapper bij een praktijk voor fysiotherapie betrokken ben geweest, is heel goed te combineren geweest. Het is wel zo dat ik na mijn Olympische Spelen verhaal en na het verhaal waarbij ik dus echt me geconcentreerd heb op mijn vakgebied eigenlijk. Ik kon gelijk beginnen als therapeut, waarbij ik helemaal van het begin af aan het project op kon zetten. Waarbij mensen in plaats van op de massagebank behandeld werden in de oefenruimte. Dus de mensen gingen zichzelf behandelen. Ja, dat kon ik niet meer niet een volledige baan in krijgen. Dus ik moest dat anders gaan doen. En dan ben ik uiteindelijk softwaretester geworden. Dus ik test wel mensen, dat deed ik, en nu test ik software. Dus geen bewegingstherapeut meer, maar dat software testen, wat houdt dat dan precies in? Is daar nog een link in naar de schaatspot of staat het er echt helemaal los van? Dat staat er helemaal los van. Het is echt, het is leuk om te doen, omdat je de kans krijgt om echt een softwarepakket helemaal uit elkaar te rafelen. Kijken hoe het in elkaar steekt en dan kijken van, werkt het ook wel zoals ze zeggen dat het zou moeten werken? In die zin is er wel een overeenkomst te maken naar wat je deed als wat je bij mensen deed, het testen van mensen. Ja, dan rafel je ook eigenlijk de hele mensen uit elkaar. Kijk je naar wat kan die? En dan ga je kijken hoe kun je dat zo goed mogelijk beïnvloeden. Wat drijft iemand ertoe met een Portugese achtergrond en een Portugese opvoeding om te gaan schaatsen? Dat is toch wel iets puur Nederlands eigenlijk. Ja, ik heb ontzettend veel sporten gedaan. En tot en met mijn 18e was voetbal was de hoofdmoot. En dat is ook heel erg Portugees. Maar toen heb ik Leidse Vaartocht gereden op nadrukkelijk aandringen van mijn moeder. En met frisse tegenzin heb ik uiteindelijk die tocht gereden. En het ging zo goed dat ik na 1 uur en 3 kwartier binnen was. En tijdens die tocht werd ik een keertje... Ja, toen viel ik een keer en toen zei een groepje van... kom op, gaat goed hoor. Hilbert van der Duim valt ook wel een keer. Ik heb hem doorgereden. En toen zei mijn moeder van, goh, ga op schaatsen daarna. En toen heb ik uiteindelijk iets anders laten vallen. En ben ik blijven schaatsen. Ik geef jou een paar dilemma's en graag jouw keuze hieruit. Elfstedentocht of de Olympische Spelen? Ik mag alleen maar gewoon 1 woord zeggen, of 1 van beide. Want het is wel moeilijk hoor. In principe was het zo dat ik een lijstje had gemaakt en daar stond
Olympische Spelen bovenaan, 11-stedentocht, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Dat was de volgorde van belangrijkheid. Nou heb ik ze allemaal gedaan. En in beleving zeg ik 11-stedentocht 1, Olympische Spelen 2, wereldkampioenschappen. En dan, dus ja, eigenlijk in belangrijkheid is het het eerste, Olympische Spelen 1, 11-stedentocht 2. En in gevoel is het 11-stedentocht 1, Olympische Spelen 2. Dus eigenlijk niet een echte keuze. Ik ben blij dat ik het een heb meegemaakt en ik ben blij dat ik het ander niet gemist heb. Portugal of Nederland? Ik ben meer Nederlander, maar ik heb absoluut een binding met Portugal, dus ik ben gewoon Nederlander dan. Brood of warme hap? Mijn warme hap vind ik wel lekker. Kerstman of Sinterklaas? Ik kies voor de kerstman. Ik vind dat die man veel te weinig echte aandacht krijgt. Dus. En ik vind zijn slee veel mooier dan het paard. Familie of vrienden? Familie. Bioscoop of video? Bioscoop. Oliebol of appelflap? Moet ik dan kiezen? Ik vind ze allebei zo lekker. Hoe ga jij de feestdagen doorbrengen? Ja, waarschijnlijk gewoon redelijk saai met de familie. Mijn schoonmoeder die komt over met de hond. Nou, dat zullen een leuke gevechten met de kat opleveren. Dus eigenlijk redelijk rustig, want 2 januari heb ik weer een wedstrijd staan. En heb jij nog plannen voor het oudjaarsavond met het millennium? Ga je iets speciaals doen? Weet je, ik kan normaal gesproken, als ik niks anders heb en ik mag een keertje... Ja, mezelf zijn, dan kan ik me wel eens een keertje flink te buiten gaan en flink de beest uithangen. Maar over het algemeen doe ik dat dan gewoon redelijk rustig, omdat het valt midden in het seizoen. Dus ik kan niet zoveel doen eigenlijk en ik zal dus gewoon thuis blijven. Wil jij de kijkers nog wat meegeven voor het nieuwe millennium en voor Oudjaarsavond? Een boodschap? Nou, knallend het nieuwe jaar in, maar voorzichtig met het illegale vuurwerk. Wel mooi, maar hou je handen aan je lijf en... Als je terugrijdt na flink gezopen te hebben, zorg dat je de auto's niet in de haven rijdt en hou ze op de weg.